De Nijmeegse gemeenteraad heeft woensdagavond wethouder Hannie Kunst opgeroepen om in gesprek te gaan met bouwbedrijf Klok over de sloop van het voormalig verpleeghuis Margriet in Nijmegen-Oost. Hoewel bekend was dat de raad de kwestie 2 dagen later zou bespreken, startte Klok maandag al met het slopen van de gevel en kozijnen. Dit tot verbijstering van verschillende raadsleden en omwonenden. U was maandag onaangenaam verrast? Dat mag u wel zeggen. Als je bijna wakker wordt en je krijgt telefoon hier uit de buurt dat het Margriethuis wordt afgebroken. Dat was niet de bedoeling. Nou, ik was er toch verrast. Inderdaad, ik hoorde het op een gegeven moment via telefoon. Iemand belde me op. Toen ben ik ook s'avonds even gaan kijken hier. Langs gefietst. En toen zag ik, ook was hij vrijdag ook geweest, omdat het zo'n issue is nu. Het verbaast me wel dat het gesloopt werd, omdat we er nog over zouden praten als gemeenteraad. Nee, als je nu achter je kijkt, dan zijn ze al in een redelijk ver stadium. En, ja, valt er dan nog iets aan het gebouw te redden? De bedoeling was dat er nog iets aan te redden was, maar ik denk dat u het zelf goed constateert. Het is een hopeloze zaak nu. We hebben gisteravond nog als raad gesproken om deze sloop tijdig stil te zetten. Maar blijkt toch dus dat Klokbouw eigenlijk een beetje een ondernemer is die niet op afspraken is te vertrouwen. Ja, gisteravond de wethouder opgeroepen om toch in gesprek te gaan. De wethouder zei van nou, het is juridisch niet mogelijk om het tegen te houden, maar ik zal mijn best doen in dat gesprek. Maar heeft zo'n gesprek dan überhaupt zin, even los van het feit dat ze nu nog weer verder zijn gegaan? Nou ja, die vraag mag je inderdaad stellen. De wethouder is een paar keer door de raad op pad gestuurd. Maar ze is met niks teruggekomen. Ik zeg ook niet dat ze veel in haar zak had om uit te delen. Maar goed, men had toch in ieder geval naar haar kunnen luisteren en kunnen wachten totdat de raad op democratische wijze een besluit had genomen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Die oproep om nog een keer in gesprek te gaan, die heeft volgens ons geen zin. Eigenlijk geef je dan de bewoners eigenlijk valse hoop alsof er nog iets aan gedaan zou kunnen worden. Kijk, we hebben als gemeenteraad de mogelijkheid om een gebouw tot een monument te verklaren. Een gebouw wat mooi is en wat echt de moeite waard is om te bewaren. En we hebben in Nijmegen honderden monumenten. En dit gebouw hebben we in 2004 als gemeenteraad eigenlijk unaniem gezegd, en met 1 tegenstem, gezegd dit is geen monument. Wethouder Kunst gaf aan dat tegenhouden van de sloop juridisch niet meer mogelijk is, maar toonde zich wel bereid om nog eens met de eigenaar en het sloopbedrijf te gaan praten. De kans dat zij nog op andere gedachten te brengen zijn, lijkt erg klein. Op de locatie van het voormalige verpleeghuis staan 150 huur- en koopwoningen gepland. Ja, nou is er veel commotie ontstaan de laatste weken, omwonenden, maar ook in de politiek. Wat maakt dit pand zo bijzonder dan? Nou, er zijn natuurlijk mensen die hebben gedacht van het heeft een monumentenstatus. Dat wil ik echter wel betwijfelen. Dat heb ik ook steeds naar voren gebracht. Voor ons is dat niet het belangrijkste. Maar het is wel het monumentaal gebouw in de buurt. En als je overal de monumentale gebouwen gaat wegslopen en je laat zeg maar, die gebouwen die vervang je dus door huizenbouw, dan maken we er op het laatst wel een dode stad van. En wij vinden als SP dat je ook functies moet hebben die de wijk dienen. En daar had dit gebouw goed in kunnen bijdragen. Collega raadslid van de SP refereert naar Klokbouw als nou onbetrouwbaar als het gaat om het onthouden van de afspraak. Ja, dat vind ik een hele grote uitspraak. Klokbouw bouwt hier in Nijmegen door een roosje, is betrokken bij allerlei bouwprojecten hier. Bouwt ook in de Waalsprong, waar we het heel moeilijk hebben. Ik heb er nooit verder klachten over gehoord. Volgens mij is het een betrouwbaar bedrijf. Ja, dat lijkt nu helemaal over en uit te zijn. Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Het is over en uit. Kun je dan kortweg zeggen dat het een geval van jammer maar helaas is? Ja, het is jammer maar helaas voor dit gebouw. Maar ik ben wel optimistisch dat op deze mooie plek iets heel moois terug kan komen.